Het zijn de toekomstige professoren in de F-16-kunde die deze straaljagers bemannen. 16 vliegers volgen in Leeuwarden de Fighter Weapon Instructor Training. De mannen komen uit Scandinavië, Portugal, België en Nederland. En de komende 2 weken vliegen ze boven Drenthe. Het ligt in een deel van Nederland waar we relatief weinig vliegverkeer hebben. Zelfs zonder deze oefening. En we hebben het over een gebied van ongeveer 80 bij 50 kilometer. En daar passen onze oefeningen goed in. We moeten ook bepaalde zaken op de grond kunnen waarnemen. En dat kunnen we in Drenthe prima zien. Majoor Nick heeft de leiding over de opleiding en wil om veiligheidsredenen niet herkenbaar in beeld. In het verleden vloog hij missies boven Irak en Afghanistan. De opleiding in Leeuwarden, die is niet voor iedere gevechtsvlieger weggelegd. Deze opleiding is zeer exclusief. Het wordt gezien als de zwaarste opleiding binnen de jachtvlieggemeenschap. En we nemen alleen de meest getalenteerde en meest ervaren vliegers nemen we aan voor deze opleiding, die 7 maanden duurt. En ze worden dan dus expert in hun vak. De toestellen stijgen op in Leeuwarden en vliegen vervolgens naar onze provincie. In de lucht blijven ze op een aantal uitzonderingen na op een hoogte van zo'n 4 à 5 kilometer vliegen. Ze oefenen dan wat ze moeten doen als ze vanaf de grond met een raket worden beschoten. Die raketten staan niet echt in Drenthe, die simuleren we. Dat is een soort augmented reality-achtig systeem. Je kunt het vergelijken met zo'n Pokémon Go-achtig computerspel. Waarbij we in de cockpit alle indicaties krijgen alsof de raket daadwerkelijk op ons schiet. En de verdedigingsmanoeuvres die voeren we uit boven land. En het daadwerkelijke opsporen van die raket doen we dan ook in Drenthe. En om zo'n raketinstallatie op te sporen kan het nodig zijn om wel even laag te vliegen. Tot op 400 meter. Maar volgens de oefenleider gebeurt dat niet vaak. Als de oefening in Drenthe erop zit, eind volgende week, gaat de opleiding verder in Noorwegen.